De gewasbescherming is eigenlijk het belangrijkste onderwerp waar Planet Proof de focus op legt. En dat is best wel moeilijk. Het is een moeilijke puzzel om die rond te krijgen. We moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Daar begint alles mee natuurlijk. Dat geldt voor iedereen. Vervolgens heeft onze afnemer ook zo zijn voorwaarden en eisen wat betreft duurzaamheid en residuen die erop terug te vinden mogen zijn op de vruchten. En als laatste stelt Planet Proof ook allerlei voorwaarden om aan de duurzaamheidseis te voldoen. En alles bij elkaar opgeteld is het een hele puzzel. Het resultaat van een bespuiting is heel erg belangrijk. Dus de timing is heel erg belangrijk, omdat we niet zomaar allerlei middelen uit de kast kunnen trekken waarvan we denken van nou, die heb ik vandaag nodig, dat ga ik doen, want ik heb daar en daar mee te maken. Nee, je moet van tevoren al nadenken. Als ik daar tegenaan ga lopen, tegen die bewuste plaag, dan moet ik dat en dat gaan doen. En op het moment dat je zo'n plaag tegenkomt, dan ga je alsnog weer goed kijken. Ga ik een gewasbeschermingsmiddel inzetten? Zo ja. Welk gewasbeschermingsmiddel? Want daar is ook nog verschil tussen. De ene middel wordt zwaarder aangerekend wat duurzaamheid betreft dan het andere middel. Dus we proberen daarin een zo duurzaam mogelijke oplossing te zoeken. Maar dat is niet eenvoudig, want het ene jaar lijkt ook niet op het andere. Afgelopen jaar hadden we bijvoorbeeld een droog jaar, een warm jaar. Dan heb je te maken met andere plagen en wat minder met de schimmels. Maar volgend jaar kan het bijvoorbeeld heel erg andersom zijn. Dat we een nat jaar krijgen. Dat we dus voor de schimmel hele gunstige omstandigheden gaan krijgen. Nou, en dan zal het best wel een moeilijk plaatje worden om aan de voorwaarden te blijven voldoen. Mijn ervaringen met de tool zijn buitengewoon goed. Ik ben daar, voordat ik eraan begon, heb ik wel een tijdje erover nagedacht. Van, ga ik meedoen, ga ik niet meedoen? Want ik zag wel erg op tegen de administratieve last. En de tool heeft mij daar heel goed bij geholpen. Een medewerker van Agrifirm heeft me daarin begeleid. Daar worden de onderwerpen die voor ons van belang zijn als fruitteeltbedrijf eruit gefilterd uit het dikke pakket van open teelten. Waar we ons op kunnen richten en daar ons beleid op kunnen uitschrijven en alle protocollen moeten doornemen. Dat helpt heel erg omdat je in dat oerwoud van regels en voorwaarden enzovoort, hoe moet je ze interpreteren? Dat is ook nog vaak de vraag. Nou, die tool helpt daarbij. En de medewerker heeft ook contacten met andere mensen die dus met Planet Proof bezig zijn. Zodat je van elkaars ervaringen ook kan leren.